Goedemorgen lieve mensen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag de 17e, zeg ik dat goed? Ja, het is de 17e. En ik ben alweer vanaf 6 uur wakker. Ik heb gedoucht, vond ik wel even lekker. Ik had zoiets van even fris en ik moet nu nog wakker worden. Ik heb wel weer mijn prachtig horloge om, ben heel blij mee. De outfit die ik trouwens aan heb is niet de outfit die ik vandaag ga dragen. Maar het probleem is dat mijn broek en mijn... Of ja, het ziet er misschien een beetje gek uit. Maar daar, ik weet niet of je het kan zien. Daar hangt mijn shirt even aan de lamp. En de reden dat hij hier in de woonkamer hangt is dat het hier wat warmer is als boven. Dus dat is een van de redenen. Die hangt hier te drogen. Mijn broek zit in de droger. En ik doe de broek altijd op jeansstand. Want hij krimpt dan niet. En dan wordt hij wel gewoon goed droog. Heel erg fijn dat die stand op onze droger zit natuurlijk. Verder ga ik even... er komt iets uit. Dit crampje van André Lon in mijn haar doen. Ja, ik heb hem echt wel lang moet ik zeggen. Ik weet niet of je kan zien hoeveel er nog in zit. Denk het niet. Maar er zit ongeveer nog 4 in. Zo. Heel erg fijn hoor, want deze ontwart je haar. Even kijken. Ja, het is krul control crème. Maar ik heb geen krullen. Maar het fijne aan dit, je moet het ook niet over je hele haar doen, want dan wordt het heel vet. Maar het fijne aan die crème is als je het in je punten doet, een heel klein beetje, zeg maar, wat je dan over hebt, gewoon door je hele haar zo rossen. Dan wordt je haar heel zacht. En je kunt het zo doorkammen en het ruikt lekker en het glanst en... Ik vind hem fijn. Ik heb hem echt al een jaar en ik doe er zo ontzettend lang mee. Mega fijn. En je moet hem ook niet uitspoelen. Het staat er ook groot op. En je hebt deze dus van André Lon. Dit is trouwens niet gesponsord. Maar je hebt hem van André Lon. Je hebt hem van de Kruidvat. Je hebt hem van de Trekpleister. Volgens mij heb je hem ook zelfs van de Albert Heijn. Maar dat weet ik niet zeker. Dus dat. Ik ga even mijn ontbijt klaarmaken. Koffie heb ik al op. Mijn kopje is daar op tafel. Het is een beetje een rommeltje. Maar trouwens, wat ik nog wel even wilde zeggen tegen jullie is... Morgen ben ik een weekend weg. Ben ik naar Center Parks met mijn vriendinnen. En natuurlijk ga ik daar vloggen. Maar ik heb de tijd niet en ik heb daar ook niet mijn laptop mee. Dus ik kan daar niet zaterdag en zondag een vlog online zetten. En nu komt er dus maandag... Of dinsdag een extra lange Center Parks vlog. Dus vinden jullie het leuk? Doe even een duim omhoog. En laat even weten in de reacties. Dan ga ik even mijn ontbijt klaarmaken. En dan was dit het even. Zo, het begint alweer goed. Zo lief mensen. Ik ga eventjes een broodje afbakken. Want daar heb ik zin in. En ik doe even de rolgordijn dicht. Het klinkt misschien heel gek, maar het is een enkel glas en daar komt heel veel kou doorheen. Maar ik ga dus even stokbroodje afbakken, want daar heb ik nu heel erg veel zin in. En het is nog wel vroeg, maar we zetten de oven weer op 325 graden. Ja, en dan gaan we starten. En dan gaat hij voorverwarmen. Joehoe! Mensen, ik heb vandaag... Sorry. Ik heb vandaag een hele drukke dag gehad. Dus ik heb eigenlijk ook niet zo heel veel tijd gehad om te vloggen. Maar wat ik wel even wilde vertellen. Volgens mij heb ik het wel eens eerder verteld vandaag. Maar er komen dus 3 dagen geen vlog online. Maandag of dinsdag zal er een lange vlog online staan. Van Center Parks, van ons weekendje weg. Als jullie dat leuk vinden natuurlijk. En... ik wil jullie niet heel erg bedanken. Ik heb net 150 abonnees gehaald. En daar ben ik super, super dankbaar voor. En super blij mee. Dus ik zou zeggen, ga lekker door met abonneren. Doe die blauwe duim omhoog als je mijn kanaal leuk vindt. En als je deze video leuk vond. En doe ook even blauwe duim omhoog. Als je zin hebt in de Center Parks video. Ik heb in ieder geval heel erg zin om die voor jullie te gaan maken. Maar ja, ik zie jullie maandag of dinsdag weer bij een nieuwe vlog. En in ieder geval heel erg bedankt voor de lieve reacties. En tot de volgende vlog. Doei!